nu het Rijksmuseum 50 jaar bestaat, past het de droeve wijze in herinnering te brengen waarop het in de vorige eeuw een belangrijk deel van ons rijk nationaal kunstbezit gehuisvest was. Het tegenwoordig geslacht dat andere en gelukkig betere toestanden op museumgebied gewend is, kan zich niet voorstellen dat nog ruim een halve eeuw geleden het puik van onze oude schilderschool in het kleine Amsterdamse trippenhuis als opgepropt zat. Ik zeg dit om duidelijker in het licht te stellen de grote betekenis van de totstandbrenging van het nieuwe Rijksmuseumgebouw dat op 13 juli 1885 plechtig werd ingewijd. Deze culturele schatkamer der natie heeft een veelzijdige inhoud met als belangrijkste onderdeel het oude schilderijenbezit. Onze nationale schilderschool is hier vertegenwoordigd door reeksen van imposante doeken die tot landgenoot en vreemdeling spreken van onze gouden eeuw. Het centrale punt ook van het gebouw is Rembrandts Nachtwacht. Vandaar komen wij in de eregalerij met het Delfts aardewerk, prachtige gift van de familie Laudon. Wij zijn hiermede beland in de afdeling beeldhouwkunst en kunstnijverheid met talloze stalen die bewijzen dat de eenvoudige handwerksman van vroeger eeuwen ook kunstenaar was. De geschiedenisafdelingen eindelijk herinneren aan de tijden van weleer, toen onze voorvaderen door koene ontdekkingstochten de wereld groter maakten, toen zij te land en ter zee in moeizame strijd hun vrijheid bevochten en zich een eigen, eervolle plaats onder de volkeren van Europa veroverden. Het 50-jarig bestaan van het Rijksmuseum wordt gevierd met een tentoonstelling gewijd aan den grootmeester onze schilderschool, Rembrandt,